Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Nou, ik ben lekker aan het genieten van mijn vakantie, misschien jij ook wel. Veel mensen die op vakantie gaan, gaan weg met de tent. Die gaan kamperen, misschien jij ook wel. En als je dan weggaat met de tent, dan kan het zomaar zijn dat dit dingetje je heel bekend voorkomt. Weet je wat dit is? Ik zal het vertellen. Het is een tentpin of een tentharing. Deze sla je in de grond, goed stevig diep weg. En met het touwtje aan de bovenkant maak je het vast aan de tent. Zodat je tent goed vast staat aan de grond. En weet je waarom je dat doet? Nou, als je deze niet gebruikt, dan kan zomaar dit gebeuren. Kijk maar even naar dit filmpje. Ja, dan waait opeens je tent weg. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Dus je gebruikt de tentpinnen, de tentharingen, om je tent goed vast te zetten. Ergens in de Bijbel wordt ons leven ook wel vergeleken met een tent. En net als dat je gaat kamperen, kan het soms in je leven heel mooi weer zijn. Dan gaat alles goed, heb je geen zorgen. Maar soms kan het ook zo zijn dat het heel slecht weer is, dat het stormt. Bijvoorbeeld als je verdrietig bent of als je veel zorg hebt. En dan wil je niet dat je tent wegwaait, dat je leven helemaal overhoop ligt. Dus het is belangrijk dat je tent dan goed stevig vaststaat. Dat je leven goed stevig vaststaat. En dat doe je door je leven veilig te zetten bij God. Om het bij Hem te vinden, altijd weer. Dan staat je leven stevig vast, net zoals een tent met tentharingen diep in de grond. En dan, als dat zo is, hoe groot de storm ook is, uiteindelijk komt dan alles goed. Want onze God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Dat lied gaan we nu ook met elkaar zingen. Mijn God is zo sterk, zo groot en zo machtig. Voor nu leuk dat je gekeken hebt. Ik wens je nog een hele fijne dag, een hele leuke vakantieweek. En hopelijk zien we elkaar volgende week weer. Tot ziens. Dag.